Nederland is een distributieland, dankzij onze ligging en onze handelsgeest. Met Rotterdam beschikken we over een van de belangrijkste havens van Europa. Onmisbare schakel voor deze verbinding is de Twentse logistiek. Uniek door ligging en bereikbaarheid over weg, water en spoor. Niet voor niets kiest een wereldspeler als Timberland juist voor Twente om een Europese distributiecentrum te vestigen. Zij zien Twente als belangrijke schakel tussen Azië, Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Twente heeft de juiste kennis en de juiste mensen om de logistieke hotspot van Nederland te worden. Dat zal het een van de weinige terminals in Nederland zijn die straks zowel weg, water als spoor als modaliteit kan afhandelen. Ja, dat is natuurlijk, je zou bijna kunnen zeggen, het ideaal wat je zou wensen. En als dat gerealiseerd wordt, ja, dan wordt dat een pareltje in Nederland. Daarom is ons doel een positie in de top 3 van logistieke regio's in Nederland. De faciliteiten zijn er. De modernste watergebonden containerterminal en er is het XL Business Park als vestigingsplaats voor nieuwe logistieke bedrijven. Met de Universiteit Twente heeft Twente ook de academische kennis in huis om zich als logistieke regio door te ontwikkelen tot de top van Nederland. Er staat ons een sterke groei van het goederenvervoer te wachten. Denk aan de oplevering van de Tweede Maasvlakte, die een sterke toename van het containertransport zal bewerkstelligen. Denk aan de invloed van e-commerce, meer retourleveringen. Daarvoor zijn slimmere oplossingen nodig, alleen al met het oog op het milieu. Daarvoor is ICT nodig, sensortechnologie. En de Universiteit Twente en ook Saxion Hogescholen heeft al die kennis in huis. In samenwerking met bedrijven zoals Combi Terminal Twente, maar ook het toekomstige railterminal, kunnen we die samenwerking realiseren. Als ons dat lukt, zijn we op een punt waar we kunnen zeggen, Twente is logistiek. En dan is er nog de Twentse passie. Als belangrijk onderdeel van die unieke Twentse mentaliteit. De passie om te innoveren en kansen te benutten en uitdagingen aan te gaan. Daarmee maken wij het verschil.